We zijn vandaag in Beieren beland. Wel bekend, de zogenaamde Vrijstaat van Duitsland. In de noordkant van Beieren, net ten zuiden van voormalige Oost-Duitsland, vlak aan de Tsjechische grens, daar zijn we nu. En dat plaatsje heet Rehau. Je hebt hier achter mij een campingplaats met in parkachtige omgeving aangelegd, zeggen ze dan. Het is gewoon langs de doorgaande weg hier, maar goed. 12 plaatsen. De camperplaats kost 7 euro. Normaal gesproken heb je alle voorzieningen erbij. Geen wifi uiteraard, maar wel de overige voorzieningen qua toilet, watervullen en alles. Waarom zeg ik normaal gesproken? Omdat het apparaat defect is. Dus we kunnen hier niks. Moet je overigens wel gewoon 7 euro betalen, maar goed. We blijven Nederlands. Wat is hier speciaal aan? Je zit hier vlakbij het centrum, zo ongeveer 10 minuutjes lopen. Maar je zit hier ook bij een drielandenpunt. En als Nederlanders kennen wij het drielandenpunt van Vaals. Dan heb je België, Duitsland, Nederland. Heel apart, hier hebben ze nog steeds een drielandenpunt, terwijl er maar twee landen meer zijn. Namelijk Tsjechië en Duitsland. Maar dat stamt nog uit de tijd dat er een DDR was, hè, naar Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland. En dan had je een drielandenpunt. En dat was iets speciaals. Zien jullie terug in het filmpje hoe dat er allemaal uitziet. Midden in de oesbush met een stroompje. Ziet er leuk uit. Goed, moet ik verder nog wat vertellen over deze plek? Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen wel begrijpt hoe het hier eruit ziet. De regisseuse zegt iets. Vergeet ik helemaal. Achter mij, achter de camperplaats, daar, achter die bomen, daar heb je een zwembad. Dus als je openluchtzwembad trouwens. Dus als je nou denkt van, het is me te warm in Beieren, neem een plons in het luchtige zwembad hier in Rehau. Leuk plekje.